Vandaag gaan we Sinterklaas pranken, want we gaan zeg maar een geheime kamer in zijn eigen huis bouwen. En hoe dat eraan toe gaat, blijf kijken mensen. Like even deze video, anders komt Sinterklaas straks niet heel blij naar je toe en dan krijg je misschien geen cadeautjes. We gaan echt gewoon dingen met kerst in zijn huis doen en is hij op dit moment thuis? En ja hoor, Sinterklaas is gewoon letterlijk thuis. Eens even kijken wat hij te zeggen heeft. Zo, eens even kijken, wat heb ik nodig? Ach, ik moet dus cadeautjes halen, zodat ik mensen een leuk cadeau kan geven. Oké, helder, hij gaat dus cadeautjes halen blijkbaar. Maar wat gaat hij zeg maar blijkbaar zeggen? Ik durf het niet te zeggen mensen, oh my god. Eens even zien, oh daar is Delano is stout geweest. Mix was stout geweest. Ik ben zo kleur. Oh man, zijn we stout geweest? Ja, oké. Okay, maakt niet uit verder. Weet je, laten we even naar beneden gaan. Want we hebben een geheime kamer gebouwd. Die is er eigenlijk al. Alleen, er zit er niet heel veel in. Maar weet je, laten we wel even die geheime kamer ook daadwerkelijk ingaan. Want op zich is het wel handig. Want ja, hier is zeg maar het eerste geheime gangetje. Oftewel het gangenstelsel. En als we dan een beetje doorlopen, komen we dan aan bij de geheime kamer. En als we erheen gaan, 3, 2, 1, pow, we zijn er. Alleen, zoals jullie zelf ook wel heel erg goed doorhebben, de geheime kamer, er staat nog letterlijk niks in. Kan ik niet al een beetje spieken of er iets in staat? Nee, dat kan dus blijkbaar niet. Dus laten we eventjes teruggaan en ik denk dat de hoogste tijd is om even wat spullen te halen. Alleen die moeten we wel achter Sinterklaas de rug omdoen, want Sinterklaas mag niks doorhebben. En ik denk dat we zometeen ook al een eerste prank gaan uitvoeren, maar daarvoor moet ik eerst naar de winkel. En ik heb ook een bodycam op hem geplaatst om te kijken wat hij aan het doen is, dus perspectief dus. Maar tot nu toe heb ik dat nog niet nodig gehad blijkbaar, dus laten we even naar buiten gaan. Ik denk dat het een goed idee is. Eens even kijken, heeft hij iets bij zijn tafel liggen? Laten we eerlijk zijn, kijk ook hoe groot deze deur is, hè? Eerlijk is eerlijk, man, wauw. Oh, ik ben iets vergeten. Ik moet even wat dingen voor mijn cadeaus halen. Oh man. Oké, waar liggen mijn auto's? Sleutels. Waarom start mijn auto niet op? Dat komt omdat ik mijn autosleutels nog heten ben. Maar ik heb het. Ik ga nu wat cadeautjes halen. Oké, helder. Hij gaat cadeautjes halen. Dat betekent maar één ding. Dat wij wat spullen gaan halen. Is hij weg? Is hij weg? Laten we even gaan checken. Want hij had net een rode bus. En als de rode bus weg is, dan is het een goed moment om zelf ook te vertrekken. En de rode bus is weg. Want zoals je in het begin van de video hebben gezien, stond er een rode bus. En die is van Sinterklaas. Dan gaan we dan. Laten we de eerste spullen halen. En laten we ook even wat voorbereidingen doen voor de allereerste prank. Dus weet je wat mensen? Ik zie jullie weer bij de IKEA. Oké, guys. Zoals jullie kunnen zien, zie ik de IKEA al letterlijk staan. Dus laten we even bij de IKEA naar binnen gaan. We hebben de entree en ja hoor. We hebben gewoon echt heel veel spullen nodig. Maar ook dingen met kerst. Want laten we gewoon even kerstspullen in zijn huis plaatsen. Daar gaan we dan. Alright, ik wil een beetje van dit en een beetje van dat. Weet je, laten we even af gaan rekenen. Maar wat is Sinterklaas op dit moment aan het doen? Zo, even wat cadeautjes halen voor de mensen hoor. Laat ik eens even bij de Walmart gaan kijken. Want ik heb wat leuke cadeautjes nodig. Mijn piek staat klaar en ik heb een idee. Wat denk je zelf? Ik ga betalen voor mijn cadeautjes. Ik bedoel, mijn pensioen is al zo laag. En dan willen ze dit ook nog eens gaan doen? Nou, mooi niet. Dus ik ga met Piet even overleggen dat hij er binnen kan gaan. Dus Piet, ga van naar binnen. En zoals je kan zien, luistert Piet natuurlijk heel goed naar mij. Laat ik ook even naar binnen gaan, want ik moet ook even wat cadeautjes halen. En hij is alleen niet zo heel snel. Oké, goedendag mevrouw Towers. Laat ik eens even gaan kijken bij het cadeau. Want hier moeten zeg maar, ja, hier ligt de zak. En als het goed is, liggen hier alle cadeautjes in. Oké, Piet, ik leid zometeen even de medewerker af en dan kun je een cadeautje meenemen. Goed, laat ik dat even gaan doen. Laat ik even om hulp gaan vragen. Zo, mevrouw, zou u alsjeblieft mij kunnen helpen? Ik ben een beetje oud en ik heb een beetje veel last van mijn rug. Oh, wat vervelend voor je. Ja, het is dat ik de kassen niet mag verlaten, maar ik ga zo even iemand bijhalen, ja? Oh, ja, mevrouw, maak je maar geen zorgen. Als je even iemand bij zou willen halen, dan zou ik dat heel erg prettig vinden. Dus zou je dat alsjeblieft willen doen? Hé, hey, wacht eens even, hoort die bij jou? Wie is dat? Kom terug, dat is jouw cadeau, toch? Oh, mijn hemel, ik ga er even achteraan. Huh? Maar je zit er nog niet aan, hè? Dat was een logistiek, mevrouw. Hey, in fijne dag, hè. Is even terug naar de bus. Het is er mooi in getrapt. Oké, okay, goed werk verricht, Piet. En dank je wel voor het jatten van de cadeaus. Ik denk dat de hoogste tijd is om te gaan. En niet nog die er ook iets van door heeft. Wat ben jij toch een helder, meneer Piet. Weet je, laten we even terug gaan rijden. En eens even de cadeautjes even op tafel leggen en inpakken. Want dan kan iedereen even goed verwennen. Wie zoet is, krijgt lekkers. En wie scout is, doet goed. Eens even kijken. Mitchell, misschien dat hij nog wel een cadeautje krijgt voor mij. Of dat hij de irritante YouTuber Delano heeft lastiggevallen. Wat, Delano? Nee, die kan geen cadeautje voor mij. Ik ga lekker naar huis rijden, dus ik zie jullie weer daar. Oké, okay, we zijn dus hier bijna thuis aangekomen, maar Sinterklaas heeft voor letterlijk zijn eigen cadeaus niet eens afgerekend. Damn, oké, okay, dat had ik niet verwacht. Maar in ieder geval, dat maakt niet uit. Sinterklaas is op dit moment ook helemaal niet thuis. Laat ik even naar binnen gaan, want even kijken wat we hier kunnen doen. Weet je wat, laten we even het hele huis gaan versieren met kerst. Want ik weet, Sinterklaas is een hekel aan kerst, want ja, Sinterklaas, dat, je weet heel goed dat het niet met kerst samen gaat. Dus laten we even gaan beginnen met de sieren. Laten we gewoon even beginnen met Xmas. Ja, want dat is gewoon zo, dat is zeg maar de afkorting van Christmas. Laten we even een diamant. Wow, oké, gewoon even diamanten bomen in zijn dingen plaatsen. En laten we ook even, ik weet niet wat dit precies is, maar het staat ook als Xmas. Dus ja, dat is niet echt kerst, maar het maakt niet uit. Laten we ook even deze kerstboom plaatsen hier. Misschien ook wel grappig dat we gewoon even een sneeuwpop hier in huis plaatsen. Ik zweer, dat is gewoon, ja, dat is gewoon het beste wat je kan doen. Laten we deze wel even iets meer in de hoek zetten. Ik denk dat het wel grappig is. En laten we dan ook even zorgen dat we misschien een gingerbread inzetten. Want die hebben de
dus ook Gingerbread. Zeker weten. Kijk, en oké, moet ik wel even zijn gezicht hebben. Tada, daar staat hij hoor. En misschien ook grappig dat we even 11 doen. Oftewel 11 on the shelf. Nou, guys, ik denk dat we genoeg kerstelementen hebben neergezet. Ik weet niet of die het leuker vinden. En misschien als klappen op de vuurpijl. En dat kan ook. Even een reuze kerstboom. Want nu staan er wel normale bomen. Maar laat ik hem even gewoon letterlijk 2 even naast het huis zetten. Ja, ik heb die dus ook gewoon gehaald. En we kunnen ze gewoon helemaal uitvouwen. En wauw. Kijk, dan zit Klaas heeft gewoon 2 kerstbomen in zijn huis. Die gaat ook denken van wat gebeurt hier? Maar goed, weet je, laten we even de huis even verder gaan uitbreiden. Het is eigenlijk al gebeurd, want ik heb dus mensen ingehuurd. En laat ik even gaan kijken hoe het huis er nu uitziet. Want het huis gaat wel anders uitzien dan normaal. Maar goed, weet je, ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je geheime kamer bouwt, je gaat niet altijd dezelfde kamer bouwen, maar kopen. Maar laten we even teruggaan naar de kamer. En eens even kijken wat er wel eigenlijk veranderd is. Ja, oké, er is wel duidelijk iets veranderd, want we hebben al de tweede kamer. Oké, maar de andere kamer, wat daarachter zit, dat, ja, ik denk dat het nog hartstikke leeg is. Dat kan er niet echt naar binnen toe. Maar hey, hier ben ik wel blij mee. We hebben gewoon letterlijk een eigen, ja, een bed, een wc. Heb je wc nog niet trouwens? Ja, waar moet ik mijn behoefte kwijt? Ik kan niet echt bepaald uit. En we hebben een tv, een bank. Dus ik zou dus wel naar het toilet moeten gaan in het kasteel van Sinterklaas. Maar hey, wacht, hoe is het trouwens met Sinterklaas? Want volgens mij hoor ik hem. Zo, daar zijn we dan. Terug in het Sinthuis. En hey, wacht eens even. Raising stomme bus nou in. Hè, goed kan dit nou in? Ik heb niemand besteld hoor. Maar goed, weet je, Piet, laat ik hier even de bus zitten. Dat impulseert me niet. Laat ik even gaan kijken. Wat is. Huh? Wacht eens even. Hoe is dat mogelijk? Leeghouten cashbomen. Hoe oud zijn die wel niet? Ik heb al 3, 4 van die grote bomen. Oh, ik haaf cash. Wat? Oké, wie heeft dat gedaan? Want als ik erachter kom, heeft hij een heel groot. Wacht. Wat ben jij heel serieus? Oh nee. Gingerbread, we hebben de snowman, een diamanten kerstboom, een kerstboom. Wat? Oké, en ik heb de zakje neergelegd en ik zie 11 on the shelf. Hoe kan dit nou weer? Oh, dan moet ik even die zorg van opruimen. Hier heb ik een hekel aan. Oh my god, Sinterklaas is echt niet blij. Weet je, maakt niet uit. Hij gaat zo meteen even zijn cadeaus even unboxen. Maar wij gaan even wat meer spullen halen. Ik denk dat het een goed idee is. Dus laten we even naar boven gaan. Dus eventjes terug. Ja hoor, zeker weten. En oké, laten we even hier proberen weg te sneaken. Maar het is wel een geslaagde prank. Oh, daar is Sinterklaas. Shh, laten we heel stiekem naar buiten gaan. Kijk, oké, mooi. En kijk die bomen ook gewoon. Er staat er wel hartstikke leuk bij. En nu helemaal trouwens. Het plaatje klopt gewoon perfect. Maar waar wachten we nog op? Weet je, ik denk dat de hoogste tijd is om even meer spullen te halen. Want we hebben niet heel veel tijd meer. Het wordt al steeds later. Het is nu 4 uur 's middags. Maar we moeten nog wel even naar de IKEA toe. En de IKEA sluit al om 6 uur vandaag. Dat is best jammer. Weet je wat, mensen? Wij gaan even naar de winkel toe. En we gaan even wat spullen halen. Weet je wat het is, Piet? Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben echt spuugzop met die cashman. Dus weet je, laat ik gewoon even de toer rijden. Ik weet precies waar ze huis woont. Dus weet je, we zijn dus helemaal speciaal naar North Janitor gegaan om de cashman mooi eens even aan te pakken. En ik weet het, ik heb voor 3 uur moeten lijden voor. Maar dat kan me niks schelen. Laat ik even de cashman mom mooi aanpakken. En oh ja, het is ook wel waar natuurlijk. Het is ook gewoon 3 uur tijdverschil. Oftewel, daar is dat gewoon later. Maar weet je, het maakt niet uit. We zijn dus lekker op Alaska. En eens even kijken waar de cashman zit. Of is de Noordpool? Sorry, het is de Noordpool. Want Alaska, daar poelt hij niet. Of ja, het hoort eigenlijk bij elkaar. Alaska, Noordpool, het maakt niet uit. Oké, daar is de cashman. Met jou hebben we nog een appeltje te schillen, jongen. Wie denk je wel niet wie je bent, hè? Een beetje gemeen zijn. Hier, deze kun je krijgen. Hou een dak af jij, hè? Godstomme, stomme cashman dat je bent. Hier, hè? Wie denkt wanneer je niet bent, man? Rotzak, hier, van me van de dak of jij. Eh, als je dan wat denk je maar niet wie je er bent, hè? Boom, hier, van me alsof het er beneden jij. Kom maar, cashman. Zo, dat zal je leren. Een beetje cashpullen in mijn tuin gooien. Ik denk dat het de hoogste tijd is om me toe naar huis te keren. En ja, het interesseert me niet dat ik een of andere gek ben die 3 uur lang tijd om aan het typenijzen is, hè? Ik heb nu wel mijn doel bereikt, Piet. Maar goed weten, ik ben er klaar mee. Ik ga lekker naar huis toe. Dus ik zie jullie weer bij mijn eigen huis. Alleen, ik vertrouw het niet meer. Oké, guys, ik kom dus weer van de IKEA af. En ik weet, Sinterklaas is op dit moment nog niet thuis, want ik zie zijn bus hier niet staan. Maar weet je, dat doet er ook allemaal niet toe. Maar we zijn dus hier even aangekomen en ik denk dat het de hoogste tijd is om hier even naar beneden te gaan. Oh ja, zeker. Of nou ja, ik bedoel weer bij mijn eigen huis. Maar even kijken, want volgens goed is Sinterklaas ook wel cadeautjes gehaald, toch? Tenminste, ik denk het wel. Of heeft hij het uitgepakt? Ah, ja hoor. Kijk eens mensen, hier liggen dus overal cadeaus. Hij heeft de kerstversiering nog steeds niet weggehaald. Laten we alles meenemen. Oké, guys, we hebben alle spullen en die heb ik dus net even geplaatst in de kelder. Of nou ja, ik heb even iemand gestuurd er naartoe, want ik vind het wel een beetje zwaar met tellen. Maar goed, we gaan eens even kijken of hij het goed heeft geplaatst. En dat komt dus wel goed uit. Laten we even verder gaan kijken hier beneden. En is er ook daadwerkelijk iemand? Ik durf het niet te zeggen. Want waar is Sinterklaas? Oh ja, hij was tegen de kerstman aan het vechten. Damn, ik heb een bodycam geplaatst. De verbinding dit een beetje raar. Maar dan komt dat North Yankton erg ver is. Maar oké, eens even kijken. Ah, kijk eens. De deur is al open. En oké, hij begint al af te raken. Hij is al niet helemaal klaar. Want er moet er echt wel een versiering komen. Maar we gaan zo meteen bezig zijn met het laatste onderdeel. Maar in ieder geval, de PlayStation staat er. Salontafeltje. We hebben hier een eethoek, zeg maar. En we hebben hier, ja, ik weet niet wat het is. Maar die gaan we straks even uitpakken. Maar hier ben ik wel echt
echt super blij mee. Maar ik ga zo meteen de volgende prank op Sinterklaas uitvoeren. Ik heb nu in ieder geval zijn cadeautjes gestolen. En ik ben benieuwd hoe Sinterklaas hierop gaat reageren. Want ik denk dat hij echt helemaal gek wordt. Hij is al een beetje gek geworden, maar hij gaat zo meteen nog gekker worden. Maar goed, weet je, laten we even teruggaan. Misschien gaat hij zo meteen helemaal niet meer de deur uit. Wat ik wel kan voorstellen, want Sinterklaas, ja, die was al een beetje geïrriteerd. Dat merkte ik ook al aan hem. Weet je, laten we even vandoor gaan. En nee, Sinterklaas is nog steeds niet thuis. En laat ik even de allerlaatste onderdelen ophalen in de allerlaatste winkel. Dus weet je mensen, wij gaan eens even de bus in. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even die kant op te rijden. En we gaan eens even kijken of we Sinterklaas nog iets kwaader kunnen maken. Ik denk het namelijk wel. Zo, ik ben ondertussen wel een beetje plan met Piet. Maar mijn lieve, we zijn eens met aangekomen bij het kasteel. Ik denk dat het de hoogste tijd is om naar binnen te gaan. De blessings in ieder geval weg en dat is heel erg prettig. Laat ik eens even kijken of er iemand hier binnen is. Want ik vertrouw het niet meer. Die kerstbomen moeten allemaal weg. Weet je wat we gaan doen? Hier, stomme loodkerstboom. Hè? Van die stomme kerstman. Jullie in je leren hebben de kerstbomen even mooi de fikjes tegen hier. Hè? Oh, het stinkt toch heel erg. Laat ik even heel snel weer binnen van hier. Ik ben er helemaal klaar mee. Hè? Gaat dit wat niet te betekenen? Hier, en verdorie. Waar zijn nog cadeautjes gebleven? Oh, Chan, 3 dubbeltjes. Hoe kan dit ook? Alles gaat in de brand hier zo. Dit gaat in de brand. Dit gaat hier in de brand. Hier, oh my god. Jullie leven nog? Hè? Oh my god. Sneeuwpop in de brand. Laat het maar mooi even smelten tot water. Kan maar allemaal gestolen worden. Nou, opgeleund zijn netjes. Maar waar zijn die cadeaus heen, hè? Wie heeft ze gestolen? Op Penningtouw zo dom. Leetje, laten we even in de kelder gaan kijken hier zo. En wacht eens. Een geheime kamer. Hoe kan dit nou weer? Dit wist ik niet. Ik was hier aan de zo'n grote kruiwemte, ja? Oké, helder. Maar ik weet niet wat ik hier moet verwachten, hoor. En dat staat bij de kamer. Ja, dat geloof dat top ik niet in. Laat ik jullie maar wegblijven. Maar ik geloof er helemaal geen snars meer van. Hou terug, keer hier zo. Weet je, ik lijk er dan gewoon nog niet binnen lekker chillen. Ik ga denk maar eens even in mijn grote boek schrijven over de mensen die geluk zijn en stout zijn. Oké, guys, ik ben dus weer bijna terug bij het kasteel van Sinterklaas. En ik heb dus uiteindelijk alles gehaald. De bouwvakkers hebben het al zelfs geplaatst, maar Sinterklaas is thuis. Laat ik even heel erg zachtjes zijn, want ik denk dat het een goed idee is. Dus laat ik dat even doen. Of zullen we misschien kijken of we een beetje gek kunnen maken om met een drone binnen te vliegen? Ja, ik weet, het is misschien niet het meest accuraat wat we kunnen doen, maar we gaan het wel even doen. Maar oké, de drone, hè? Kunnen we ermee binnen vliegen of niet? Gaat dat? Gaat die open? Ja, de deur gaat open. Oké, dus Sinterklaas zit. Hij is wel binnen. Oké, en hij is in zijn boek aan het schrijven. Wat heeft hij eigenlijk opgeschreven? Ik zie alleen maar vakjes die gekleurd zijn. Het is niet echt duidelijk of zo, maar ik zie niet heel veel bijzonderheden. Maar in ieder geval, zijn best wel ingezoomd op Sint op dit moment. Laten we met de drone even terug gaan en naar buiten gaan, denk ik. Oh my god. Ga open. Oh, dat moet wel werken. Kom op, man. Oh, dit zijn zware deuren. Oké, 3, 2, 1. Hij hoort, het is een stille drone trouwens. Het is echt wel eentje die gewoon heel goed is. Super. Weet je, laat die drone maar mooi even meenemen. Want ik ben Deli. En ja, ik heb een mooie afstandsbediening vast. Hallo. Wow. Oké, ik heb ineens een heel groot hoofd. Maar goed, ik heb mijn drone weer terug. En in ieder geval, gelukkig hoeven we niet bij de eettafel te zijn. Dus laten we even heel zachtjes hier sneaken. Want Sint mag me niet doorhebben. Oké, daar gaan we dan, hè? 3, 2, 1. Oké, en nee, niet schijnen, niet schijnen. Oké, laten we even hier even naar beneden gaan. Naar de geheime kamer. En dan gaan we gewoon lekker blijven slapen ook. En ik heb nog een idee om Sinterklaas even te pranken. Laat ik even een kerstpizza bestellen. Of iets met kerst of zo, weet je. Dat ik gewoon bepaalde kerstbanketten voor zijn deur krijg. 100 stuk. Ik denk dat hij helemaal gaat schrikken op dat moment. Maar goed, laten we naar binnen gaan. En oh my god. Kijk eens wat we hebben, jongens. We hebben gewoon een hele arcade room. Hier, dit is toch super nice. Goed, ja, dat is. En ja, dat ziet er echt heel gaaf uit. Alright. En kijk dit dan. Damn. Oké, dat ziet er echt. Wauw. We hebben gewoon super veel gamekasten eens, jongen. Oh my god. Maar in ieder geval, mensen, ik heb een idee. Ik ga ondertussen de pizzeria of in ieder geval de bakken bellen. Ik ga lekker slapen. En dan zie ik jullie zelf wel morgen weer. Maar Sinterklaas krijgt er iemand aan de deur. Dus weet je, mensen, we gaan kijken hoe het bij Sinterklaas zit. En ik ga lekker slapen. Zo, ik ben ondertussen wel een beetje moe geworden. Ik ga gewoon even lekker slapen. Maar eerst even het vuil buiten zetten. Ik denk dat ik dat maar eens even morgen ga doen. En hey, pak eens even. Wie ben jij nou weer? Een goede avond, meneer. U heeft zojuist 60 burgers besteld en 60 kerstkrantjes. Klopt dat? En de burger in kerstthema trouwens. Als dat zo is, dat kost dan €750. Wacht eens even, meneer. Waar heeft u het over? Waar heeft u het over? U heeft de bestelling geplaatst. Meneer Scheuwen, ik heb er niks mee te maken. Ik word heel te lastig gevallen. Ik wil Edward dus verlaten worden. Kan iemand buiten eens een keer doen? Ja, sorry vriend. Kijk, als je nou 1 of 2 burgers had besteld, dan had ik het best wel even door mijn vingers heen gezien. Maar je hebt gewoon iets van 60 dingen besteld. €750. Je gaat maar gewoon betalen, vriend. Weet je, we betalen helemaal nergens voor, hè? Stom, wel godzak, guy bent. Hier, dat kun je krijgen. Ik ga niks meer cash doen hier. Ik ga lekker slapen. Dan ga ik het even mooi doen. Dus weet je wat, mensen? Loop rusten. The next morning. Wow, een hele goede morgen. Ik ben dus juist wakker geworden. En ik denk dat ik maar eens even lekker ontbijten hier zo. Alles staat er heel erg mooi bij van gisteren. En wauw. Eerlijk, deze kasten zijn wel echt nice, though. Kijk, die lichten vind ik wel heel mooi. Daar hou ik ook wel even van of zo. En weet je, ik denk dat ik maar eens even mooi naar buiten ga. En ik ga zeggen dat het een prank is. En ha, wacht eens even. Ja, jongen. Oké, Bram gaat even zijn camera pakken. Oké, dat is heel fijn. Nou, laat ik even de glijbaan gaan. Of is dit de glijbaan? Oh, wauw. Wel een mooi praatschip. Wel een lachenpleintje dit eigenlijk zo, hè? Als je een beetje van kleurtjes houdt, ja, dan zit je hier wel goed. Oké, heel duidelijk. Dus ja, laat even wachten tot Bram klaar is. Wat kun jij nog meer doen? Ja, je hebt echt een hele grote motor, maar dat hoeft voor mij ook weer niet. Nee, dat is weer niet nodig. Maar ja, we wonen hier zeg maar sinds kort. En ik vind het op zich wel een lekker plekje hier zo eigenlijk, als ik eerlijk ben. En ja, zit er gewoon best wel lekker
hier buiten. Dat is altijd gezellig natuurlijk. Maar we moeten sowieso even op Bram wachten. Maar goed, ja, ik woon hier zeg maar een tijdje al. En ja, eerlijk, die club heeft trouwens wel een hele mooie zwembad. Echt een rode zwembad. Dat kan ik zo meteen wel even laten zien. Maar even kijken, is Bram al klaar? Hé, hey, Bram, moet je trouwens opschieten? Heb jij spullen al? Bram, waar ben jij? Bram! Oh my god, is Bram hier zo? Bram! Hallo, waarom reageer je niet? Oh my god, Bram! Hé, hey, waar ben je? Oh, ik haat het echt, mensen. Like even deze video en abonneer zeker dikke naam met belletje aan. Anders komt de horror shit straks achter jou aan. Dat moet je dus echt niet hebben. En de horror shit is echt super eng. Heb je zijn tanden al gezien? Nou, daar word je niet op het pad vrolijk van. Hé, hey, Bram, als je nou niet reageert, dan ga ik alleen hoor. Oké, okay, en wie is dit nou weer? Hé, hey, vader, wat doe jij hier ineens? Oh my god. Oh ja, trouwens, dat is de waarheid. Dat is mijn nieuwe accountant. Oké, okay, sorry, maar laat ik eens even kijken. Bram, heeft hij misschien een bericht gestuurd? Is hij al gewoon vertrokken zonder mij? Dat hoop ik dus niet, hè? Het is 4:30. Kom op, man. Oké, okay, eerst even. Oh, ik heb bericht van Sinterklaas. Bram? Hallo, Delano. Ik ben weer aangekomen in het land. Alleen ja, jongen. Waar is Bram dan, hè? Ik heb hem even geleend voor de intocht van Sinterklaas. Als je wilt, mag je komen kijken. Het is bij de haven. Tot daar. Wacht, wat? Het is bij de haven? Dit is wel heel erg verdacht. Hoe kan Bram in één keer weg zijn? Oké, okay, laat ik even heel snel naar de haven gaan kijken. De haven is als goed zo dicht mogelijk hier zo. Ja, zo ver weg is het eigenlijk helemaal niet, man. Maar wat is er aan de hand dan? Buiten dat er een intocht is. Oké, okay, dat weet ik ondertussen wel. Maar ik moet toch even gaan checken hier zo, man. Oké, okay, dus hier is het ergens. Oké, okay, dus hier is de haven. Oh my god. Rijd zo een beetje voorzichtig, Delano. Deze moet wel even open gaan. Schiet op, jong. Oh, wat een slome deur is dit. Als je hier zou moeten vluchten voor de boeven, dat gaat niet hoor. En in ieder geval, we zijn wel lekker binnengekomen. En laat ik eens even kijken. Is Bram hier ergens misschien bij de haven? Ik denk het wel. Hey, Bram. Wacht, wie? Wat doet Sinterklaas daar? Wacht, Sinterklaas, waar ga je naartoe? Huh? Wat doet Sinterklaas hier zo? Hallo? Wacht, wat? Oh my god, Sinterklaas rijdt er gewoon vandoor. Er achteraan. Hé, hey, wat heeft dit te betekenen, man? Oh nee, Sinterklaas gaat er vandoor. Oh, wow, 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 wow. Oké, okay, die golven zijn heel hoog. En ik val daarnaast. Oh, dit is echt foute boel. Oh, damn. Maar wat doet Sinterklaas dan? En die golven zijn ook echt belachelijk hoog vandaag. Hey, Sint, blijf staan jij. Oh my god, dat meen je niet. Damn, waar gaat hij nou weer naartoe? En, ah, man, Sinterklaas is gewoon weg. Oké, okay, ik weet niet waar hij naartoe is. En ik val iedere keer naast. Er zijn veel te hoge golven. Die komen gewoon letterlijk de hele steiger op. En ik ben weer helemaal doorweek, man. Eens even Bram gaan zoeken hier zo. Bram, waar ben je? Hoe kan het zo misgaan hier zo? Oh my god, Bram. Waar ben je nou? Hey, Delano, ik ben hier beneden. Bram? Beneden, hoe kan dat nou weer? Oké, okay, wacht, wat? Oh, dat is naar boven, maar ik ga toch eens even kijken. Ik weet wel wat boven beneden is, überhaupt. Want beneden, ik weet het niet, man. Oké, okay, en hier, ik weet niet precies wat het is, maar hij zal er wel beneden zijn, denk ik, hè? Oh my god, wacht. Dat staat helemaal onder water. Hoe kan dat nou weer? Hoe is het mogelijk dat alles hier helemaal onder. Bram, is alles oké met je? Oh man, zitten gewoon lekker meerdere mensen hier. Bram, kom eruit. Ja, Delano, ik ben letterlijk gevangen genomen door de Sint. En iedereen hier zit ook. Maar ik ga naar huis toe, ja, want ik weet het niet. Ik durf hier niet langer te blijven. Maar Bram, wil je echt niet mee? Ik kom morgen wel, ja? Oké, okay, Bram, is goed. Maar ja, Sinterklaas is toch weg. Oké, okay, Bram kan hier nu ondertussen wel uitkomen. Hoe is het ook allemaal mogelijk hier? Alles staat onder water. Wat ligt hier ook allemaal? Toen de drijven gewoon niet letterlijk. Dit is Sinterklaas expres gedaan, want er is gewoon niemand hier zo. Is er wel iemand? Ik durf het niet te zeggen. Nee, ik dacht dat ik iemand zag. Laat ik achter de Sint aangaan, want dit is echt foute boe. Ik vertrouw die man niet meer, man. Zeker naar wat hij bij Bram heeft gedaan. No, man. Oké, laat ik even hier gauw vervaren. Ik denk dat ik even achter de Sint aan moet. En in ieder geval, ik weet dat hij daar in het noorden toe is. Alleen, hoe kan het ook zo misgaan hier zo? Weet je, laten we wel even lekker die kant op varen, joh. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Daar gaan we dan. Oh mijn god, ik heb overal over golven. Maar oh, ik hoor alles oké met Bram. Ja, Bram gaat hem wel redden. Oh, ik bedoel, Sinterklaas is niet weg. Ik denk niet dat Sinterklaas nog terugkomt. Maar wacht, wat is daar in de verte? Dat heb ik nog niet eerder gezien. Ik zie een paar hoge bergen. Oké, laat ik even naartoe gaan. Want waar kan ik eigenlijk naartoe? We moeten naar de harbor toe. En dat is toch wel iets meer die kant, denk ik op hoor. Maar weet je, laten we wel even die kant op varen. Dus ik zie waar we daar die kant op, man. Oké, okay, guys, laten we het verleden achter ons. En laten we voor ons kijken. Het begint gewoon te sneeuwen. En ik zie gewoon ijsbergen, man. Waar zijn we dan? Ik ben nog nooit eerder geweest met een boot. Ja, ik ben hier wel. Wacht, ik weet niet wat. Waar zijn we eigenlijk? Dit is vreemd. Hè? Overal pilaren staan. Zijn we nu bij die harbor in de buurt? Volgens mij wel. Ja, dat is het. En nee, mensen, niet bij de Harbor Club. Want dat is echt gewoon, ja, niet iets waar ik dood wil gevonden worden. Dit lijkt wel op de Noordpool eigenlijk, als ik zo kijk. En, ah, wacht, daar is de haven. Was zou Sinterklaas daar naartoe gaan varen? Op zich, ja, Sinterklaas komt wel bij koude gebieden. Ik zie Oké, Sinterklaas is in Spanje. Eigenlijk het hele jaar door. Maar als ik cadeaus wil uitgeven, komt hij naar het koude Nederland toe. Ja, ik snap het. Misschien vindt Sinterklaas ook wel even leuk om even af te koelen. Want de rest van de tijd zit hij in Spanje. Alleen ik vertrouw de Sint niet. Maar hier moet het al zijn, hè, denk ik. Wacht, laten we even goed gaan kijken hier. Zo, ik denk dat het handig is. Dan zie ik, ja, ik zie daar een boot staan. Wacht, dat betekent maar één ding: dat Sinterklaas hier letterlijk is. Dat kan niet anders. Oké, laat ik even de boot hier stilzetten. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even naar binnen te gaan. Broer, het water is echt ijskoud, man. Is ook helemaal niet zo raar. Maar goed, we zijn eruit gekomen. Ik hoor dat Bram zich redt. En oh, dat is echt foute boel. En die meneer zit er gewoon lekker te vissen. Ja, geef hem eens ongelijk. Meneer, waar ben ik? Heb je toevallig een man met een rode mijter hier gezien? Ik heb wel een boot gezien, maar ik was echt bezig met vissen. Want ik kreeg net echt een hele grote snoek aan de haak en die kon niet laten gaan. Maar ik zag wel een man met een rode jeuk, ja, in de weerspiegeling. Oké, dankjewel. Nee, dat kan ik begrijpen, joh. Laat ik even mijn checken verder, want ik moet even in mijn mailbox kijken. En eens even kijken, hoor. Oké, ik krijg een boeking. Alaska boeking? Wat heeft hij gezegd tegen mij? Beste Delano, we hebben hier een fantastische deal voor u. Bedankt voor je boeking. Voor mijn 9 euro, ja, 99 euro mag u deze nacht overnachten. Bedankt voor uw bestaling. We zullen uw bestelling zo spoedig mogelijk verwerken, maar ik heb hem niks betaald. Hoe kan dat nou weer? Wacht, laat ik even op het account gaan kijken hier. In reactie, maar dat boeit niet. Cute snowhouse naar jouw eigen wens. Wil je ook zo graag ontspannen in de winter tijdens kerst hier? Dan is dit het perfecte moment. Vanaf 160 euro per nacht, of ja, eigenlijk 159 euro per dag, kan je hier overnachten. We hebben een geweldige deal, want normaal kost het
259 euro. Dus wat wacht je nog op? Oké, interessant. Nou ja, ik weet niet waar die ding is. Ik laat even aan die meneer zien. Hé, meneer, weet je toevallig iets meer over die Alaska-boeking? Sorry, man. Nee. Ja, ik wacht. Over welk huis gaat dat? Over dat ene huisje. We hebben één boekinghuis hier. Dat is ook het enige huis. Maar die is voor mij al lang failliet gegaan. Ik kreeg net een Instagram-DM via een Alaska-boeking of zo. Vreemd. Misschien dat de nieuwe partij het overgenomen. Dat zou kunnen, maar ja, zou kunnen. Oké, dankjewel, meneer. Oké, ik vind het wel een beetje apart. Aan de andere kant. Het zou wel kunnen dat het inderdaad failliet was. Oh my god, ik moet dus helemaal die kant op lopen. Maar dat zou dus betekenen dat het alsnog gewoon geboekt is. Maar hey, all good, all fine. Laten we even naar boven lopen. Ik denk dat het een goed idee is. Nou, daar ben ik ook in ieder geval vanaf gekomen. Ben ik weer even een heel stuk sterker geworden, zeg. Maar goed, weet je, it's all fine. Ik heb in ieder geval een auto klaarstaan. Ja, of is die auto van die meneer? Want het is wel aardige meneer, man. Ik moet het eigenlijk ook weer niet doen. Maar waar rijd ik eigenlijk? Wat is er voor plek? Ik ben hier nog nooit eerder geweest. Ik zeg je heel eerlijk, ik weet ook oprecht niet waar ik ben. Ik denk dat we even rechtdoor moeten rijden, want ik krijg wel letterlijk in de sneeuw hier zo. Oké, heel fijn, maar damn, oh, mijn ogen, man. Dus deze is wel heel erg belicht hier. Oh, ik rijd dus nu op de weg. Oké, dat is heel prettig. Maar kijk die belichting hier ook in de sneeuw. Damn. Oké, wacht, voor mij ken ik deze plek. Voor mij zijn we in, is dit Northampton? Dus dan, oké, ik zie nu Northampton die volledig af is. Oké, hier is een wegrestaurant. Oké, het ziet wel heel mooi Amerikaans uit. I love it. Maar misschien dat we dat straks gaan eten. Oké, en nu zijn we dus in Ludendorff. Ja, man, dat is in Northampton, hè? Of zo bij de Noordpool in de buurt. Oké, interessant. Als dat een hele grote kerstboom, dat is heel prettig. En the road is closed. Laat ik even doorrijden hier. En in ieder geval, dit is de welbekende kerk, maar daar is het niet. Het is iets verderop en ik moet wel even goed rijden. Kijk, guys, hier is het dan hoor. Als het goed is, is hier mijn huis. Oké, duidelijk. En ja, nu wel met het interieur. Dat is wel heel fijn, want we kennen dit ook zeg maar als de niet-interieurhuis. Ik hoef jou niet uit te leggen dat dat totaal niet mooi is. En het feit dat ik dat nu wel heb, dat is heel prettig. Laat ik even naar binnen gaan. Ik zie dus heel veel mensen hier zitten. Huh? Is het een clubhuis of zo? Ik heb 99 euro betaald voor mezelf, toch? Oh, hey lieverd, is alles oké met je? Ja, klopt. Ja. Ik heb een paar mensen even uitgenodigd. Ik even helemaal alleen was, maar die hebben me even meegeholpen. Oh, dat is goed, joh. Hey, ik zag die mail echt pas net toen ik hier aankwam. Oh, echt? Ja, ik zag hem al veel eerder. Maar ja, ik zit vaker op Instagram dan jij natuurlijk. Ja, klopt, lieverd. Oké, maar wat is hier eigenlijk allemaal? Oké, we hebben hier zeg maar een logo. Ja, maar. Huh? Oké, ik vind het een beetje heel raar dit. Ik zie hier een pooltafel staan. Ik zie hier gewoon, ja, van alles nog wat staan. Laat ik even terug naar terug gaan. Oh, hey lieverd, kom. Ja, ik kom eraan. Maar waar is de trap naar boven eigenlijk? Kan ik hier wel naar boven toe? Is dat hier? Hè? Oh, hier is dat buiten. Daar moet ik dus niet zijn. Ik zie hier overal kerstspullen staan en bier natuurlijk. Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij het kauk. Ah, daar is de trap. Wel een wankelende trap. Maar hey, maakt niet uit. Het was maar 99 euro. Oké, eens even zien hoor. Wat is hier dan? Oh, ik zie dus hier. Ik zie overal mensen. Ik zie gamekasten liggen hier zo. Dat is wel leuk. Het is wel een heel cozy, gezellig huisje eigenlijk hier zo. Kun je gewoon lekker slapen zometeen. En oké, dit vind ik dan wel weer wat minder. Wij gaan natuurlijk wel het grote bed, hè, want dit lijkt gewoon alsof je ergens aan het kamperen bent. Ja, in ieder geval duidelijk. Hartstikke leuk huisje. We gaan even terug naar ons vriendinnetje toe. Alright. Hey lieverd, waar ben je? Lieverd? Oh, daar ben je. Hey, luister. Ik ga even boodschappen doen. Dan ben ik zo meteen weer terug, ja? Ja, is goed. Oké, tot zo. Oké, de boodschap is nog niet echt gedaan. Er ligt wel veel bier, maar we moeten ook wel even eten. Ik bedoel, gewoon niet alleen maar drinken hier zo. Dan betekent maar één ding. Even naar de winkel gaan. En even misschien een gourmet kopen. Nou, laten we even naar rechts gaan. Even kijken, waar is die winkel eigenlijk? Ah, daar is de winkel van Sinkel. We hebben hier echt heel veel dingen. Kapper, winkel. Je hebt restaurant. Daar kun je ook wel een keer kijken of de restaurant een beetje lekker eten is. Waarschijnlijk kun je daar hertenbiefstuk krijgen, man. Wat ik ook niet zo raar vind. Want ja, laat eerlijk zijn. Hier lopen best wel wat herten. En zeker rendieren of zo. Al dat soort dingetjes. Leuk. Laat ik even wat biefstukken halen. Hey, en goedendag. Zou ik alsjeblieft een paar hertenbiefstukken mogen? En wat gourmetvlees? Want we gaan vanavond lekker gourmetten. Ja, dat is helemaal goed. Dan kost die dan 108 euro. Dat is duur. Ja, maar dit is voor 6 man gelijk, hè? Oh, 6 man. Ik dacht dat het 2 maar oké, is goed. Nee, dan reken ik het even af. Dan valt het inderdaad wel mee. Dankjewel. Fijne dag, hè? Nou, laat ik hier even teruggaan. Hoi, wat doe jij met mijn hertenbiefstuk? Dat is de laatste die je hebt. Ja, dus ik betaal het ervoor ook. Jongen. Tegenwoordig wordt het helemaal overrompeld met die stomme toeristen. Het is onze stad, ja? Onze gebied. Zeg, wat zijn er nou weer voor uitspraken? Onze stad uit nu. Zeg, hé, we zijn er over een paar dagen uit, maar je houdt je even rustig, ja? Nee, ik wil die hertenbiefstuk geven, anders ga je het een ramp krijgen van mij. Dat gaat helemaal niet gebeuren. Ook toeristen zijn niet welkom, hè? In ons eigen land. Oh my god. Dit lijkt wel de stedelijke Geert Wilders, om het even zo te zeggen. Geert Wilders zegt dat iedereen het land uit moet, maar zij is iemand die zegt dat hij de stad uit moet. Ik weet niet wat ik eigenlijk moet vinden. Zoals ik al zeg, de stedelijke Geert Wilders. Maar ja, ik hoef niet het land uit, want ik ben niet gewoon welkom. Dat betekent dat het wel echt gewoon een hele hechte lokale bevolking is bij Alaska. Maar laat ik even wat gaan eten. Ik denk dat het een goed idee is. Goed, weet je, we zijn dus weer thuis aangekomen. Ik ga eens even alles even wat aanrecht leggen, denk ik. Hey, lieverd, ik ben weer terug. Oké, laat ik even alles hier neerleggen. Dat klinkt als een goed idee. Lieverd, waar ben je? Oké, laat ik even kijken waar ze überhaupt is. Lieverd. Oh my god, waar is ze eigenlijk? Waar is iedereen überhaupt gebleven? Hallo? Is hier iemand? Ik zie wel mooi tv staan. Hallo? Lieverd, waar ben je? Oké, ik weet niet waar Lieverd is. Misschien is ze in de wc of zo. Lieverd, ben je op de wc? Is dat wel bij Your Tag? Wel een beetje saai, man. Maar ja, het is echt gewoon aanpassen naar mijn wens. En hier is Lieverd ook niet. Nou ja, wat hebben we dan ook? Eens even zien hoor. Lieverd, waar is zij gebleven? Oké, laat ik eens even kijken hier verderop. Want misschien dat er iets te vinden is of zo. Zijn er reviews misschien geplaatst over deze plek? Maar nou begin ik wel een beetje wantrouwen te worden. Oké, nu zie ik hier niet wel mensen zitten. Ik vind het heel raar dit. Maar Lieverd heeft nog steeds niet
niet gezien. Laat ik eens even checken hier zo. Oké, er staat wel één reactie, heb ik nog niet gelezen. Oplichting, niet doen. Wij hebben hier gisteren ook geboekt en ineens wordt mijn zoontje plotseling verdwenen gemist geraakt. En we horen vreemde dingen. Dit bedrijf bestaat niet eens, want het stond eerst op booking.com onder een andere naam. Trap er niet in. Oh nee. Oké, dat betekent misschien maar één ding. Dat ze misschien wel gevangen is genomen. Laat ik gelijk even op onderzoek uitgaan. Misschien dat we hier ergens kunnen vinden of zo. Dus echt foute boeman. Hoe kan het nou ook weer? Ik zweer het je, ik vind het zo raar dit, hè. En ineens is ze gewoon weg. Weet je wat mensen, laten we even op onderzoek uitgaan en dan zie ik jullie wel weer daar. Oké, guys, we zijn dus bijna aangekomen weer bij de ene plek. Oftewel, ja hoor, we zijn er weer. Want als het goed is, wordt ze hier namelijk gevangen houden. En dan heb ik ook mijn vriendin, die sowieso hier wordt gevangen gehouden. Het is de hoogste tijd om haar even te bevrijden. Oh my god, ik ben even zo in de war dat ik niet meer normaal Nederlands kan praten. Zo erg is het. Goed, laat ik even naar binnen gaan. Oké, shh. Laat ik even heel stiekem deze man even uitschakelen. 3, 2, 1. Daar gaat hij dan, hè. Oké, daar ga je. Koek, koek. Zo. Oké, laat ik even zijn wapen pakken. Ik denk dat het een goed idee is. Oké, en ik heb oorlog met ze. Oh, nee. Foute boel. Hé, wie denkt wat je wie bent, hè? Zo, hoppa. Hé, stomme rotzak. En waar komen die keukens vandaan? Hè? Huh? Misschien gewoon naar de buur heen. Hoe kan dit? Hé, wie denkt wat je wie bent, joh? Achterlijk, kijk. Zo. Oké, hier. Stoppen jij, hè? Rotzak. Oké, stil. Laat ik even heel zachtjes hier zijn. Is er nog meer hier? Ik denk dat ze verderop zijn. Oké, laat ik even die kant op lopen. We allemaal kogels pakken, want we hebben geen... Ja, we hebben niks meer, joh. Daar is iemand. Oké, hier. Hè, wie denkt wat je wie bent, joh? Kijk. Zo. Hoppa. Nee, die gaan we niet laten gebeuren. Deze is 1. Deze is 2. Oké, daar staat Pieter. Oké, die moeten even... Wat doen die Pieter hier ineens? Oh my god. Die horen gewoon bij de criminele organisatie van de Horror Sint. Het is gewoon echt de Horror Sinterklaas op dit moment. Oh, hier moeten we naar binnen toe. 3, 2, 1. Er zijn hier nog mensen, hè? Oh, daar is ook. Oh nee, pas op voor mijn vriendin. Oké. Okay. Ja, wie denkt maar niet wie je bent, joh, gek. Zo. Oh my god. Lieverd, kom mee. Dank u voor het redden, maar ik ga snel naar huis toe. Sinterklaas met het vliegveld. Ga erop af. Is goed, schat. Ik snap haar ook wel weer. Zij wil niet dat ze er zo weer gezien wordt. Oké, okay, laat ze naar het vliegveld gaan. Hoe kan het ook zo uit de hand lopen? Hoe komen deze mensen allemaal aan een wapen überhaupt? Ja, het zijn Pieter, man. Pieter zijn ook mensen. Tenminste, ik denk het wel. Maar goed. Oh, wat doet Pieter ineens weer tot leven? Hier. Zo, hè? Wie denkt wie je bent, joh? Hoe kan hij tot leven zijn? Oké, okay, hij schoot wel in mijn been waarschijnlijk, maar... Poedert waarschijnlijk de trigger op het moment dat ik hem neersloeg. Goed, laat ik ze nou weggaan. We moeten Sinterklaas te pakken nemen. Naar het vliegveld toe, want daar is hij. Hij gaat wegvliegen waarschijnlijk. En dat is foute boer, want dat betekent maar één ding. Dat hij mijn broer weer aan wil pakken. Oh, ik kan mijn broer moeten meenemen. Hij denkt dat hij veilig is, maar ik denk het niet. Ik denk het helemaal niet zelfs, want daar is vliegveld. Bij Northampton. Laten we eens doorgaan. Ik denk dat deze macht nog wel groter wordt. Die stad wordt alleen maar verder en verder uitgebreid. Maar kijk hoeveel sneeuw over ook ligt gewoon. Het is gewoon echt fully on snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Oké, okay, hier moet wel een beetje voorzichtig zijn, want ik kan hier niet zomaar naar binnen toe, denk ik. Of wel? We gaan het even kijken. Ik denk dat we hier moeten zijn. Alright, Sinterklaas zal daar wel ergens zijn, of niet? Oké, snel, droom pakken. Waar zal die zijn, Sinterklaas, hè? Oké, snel. We moeten opstijgen hier. Oh my god, wat doet hij daar zo? Is dat Sinterklaas? Ik denk het wel. Oké, dat is Sinterklaas. Sinterklaas stapt het vliegtuig in. Ik heb hem besloten om een vlucht te gaan boeken. En als het goed is, zijn we gewoon letterlijk aan het landen. Want Sinterklaas is dus gevlucht. En als het goed is hij naar Liberty City gevlucht. Ja, dat betekent maar één ding. Dat we nu aangekomen in New York, zoals jullie kunnen zien. En ja, mensen, ik heb het gewoon voor elkaar weer te krijgen om een New York map te hebben. Ja, zo moeilijk is het niet, wat ik bedoel. Het is gewoon even New York downloaden en je hebt het. Of nou ja, gewoon een server van New York joinen. Dus dat betekent dat we gewoon in de server zijn gevlogen van New York in plaats van gejoind. Wat vinden jullie daarvan? Goed, weet je, de vliegtuig gaat landen. Ja, ik moest wel echt met het grote vliegtuig mee. En oh my god, wat een turbulentie ook. Hadden we ook, hè. Damn. Oké, we zijn in ieder geval gelukkig aangekomen op het land. Dat is wel prettig. Dat betekent maar één ding. Eventjes zorgen dat we geland zijn. Gaan uitstappen en maar achter Sinterklaas aangaan. Eens even kijken of het vliegtuig hier is. Want ik denk, ja, ik weet niet 100% zeker als hij hier naartoe gevlogen is. Maar het lijkt me wel op zich wel het meest realistische. Want hij ging van Florida naar New York. En ja, Florida is nog niet, ik bedoel, sorry. Los Angeles naar New York. Dat is wel een lange vlucht. En oh, dat ging niet zo heel goed. Blijkbaar heeft iemand zijn diploma niet gehaald. Of zijn vaarbewijs. Of zijn vliegbewijs. Sorry, wow. En ja. Goed dat ik daar nog niet in zat. Maar goed, laten we even gaan checken. Ik zie hier een auto liggen. Maar ik denk dat Sinterklaas niet met de auto mee is. Maar dat hij met de trein mee is gegaan. Laten we even lekker wachten. Jongens, ja, ik moet het er maar gewoon even op wagen, weet je. Maar laten we eerst even het vliegtuig hier verlaten. Kan ik zijn vliegtuig hier zien? Ik durf het niet te zeggen. Staat hier... Ja, dat is hem. Die zwarte vliegtuig is van hem. Want hij heeft een zwarte privéjet. En oh, er rijden best wel wat auto's hier zo. Ik heb geen idee. Is het de bedoeling dat de auto's op het vliegveld rijden? Ik denk het niet. Maar in ieder geval, laten we even naar het treinstation gaan. Hey, kijk eens uit, joh. Maloot. Ja, sommige mensen kunnen even niet uitkijken een keer. Maar goed dat ik even een auto weet fixen. En ja, dit zou eigenlijk ongeveer hetzelfde kunnen zijn als een Golf GTI. Nee, dat is helemaal niet waar trouwens. Die ziet er wel iets anders uit. Maar hey, voordat ik straks een boze Golf GTI fans krijg, daar sta ik niet zo te wachten. Ik sta voor vrede, niet voor negativiteit. Maar goed, weet je, laten we even lekker naar boven klimmen. Ik denk dat dat wel een goed idee is. Oh my god. En als het goed is, gaan we de trein eens even moeten pakken. En staat Sinterklaas daar zo te wachten op de trein? Eens even kijken of Sinterklaas hier staat. Ja, daar is hij gewoon letterlijk. Oké, we moeten even doorlopen dat einde. Wat zei die van die hele lange trein zit? Dat weet ik wel. Dus laten we even verwachten.
tot de trein er is. En ik weet niet waar die trein blijft, maar laten we even gaan kijken. Oh, de trein komt er goed aan, zoals jullie kunnen zien in de verte. Dat betekent maar één ding. Instappen maar. En laten zorgen dat Sinterklaas het niet doorheeft. Anders heb ik echt een groot probleem met Sinterklaas. Deze mevrouw zal me selfies te maken. Wat zou dat doen op een treinstation? Wauw, een sprinter. Daar rij ik elke dag mee. Nee, treinspotter. Maar goed, laten we even instappen. Goed, weet je, als het goed is gaat Sinterklaas ook mee. Ja, ik denk het wel. Laten we gewoon even wachten tot Sinterklaas ingestapt is. En ja, oké. Hij mag het niet doorhebben. Dus dat betekent dat ik zo ver mogelijk even, ja, beter even hier kan verstoppen. Want als Sinterklaas met hier ziet. Oh, dat moet ik dus echt niet hebben. Dus laten we hier even gewoon lekker blijven wachten. En wachten tot de deuren dicht gaan. En eens even kijken wat Sinterklaas zegt. Maar gaat niemand mee met deze sprinter? Of trein? Of wat het ook eigenlijk mag zijn. Ja, voor mij is het gewoon de sprinter. Want ik zie gewoon niemand instappen. Treinen gaan we iets sneller. In ieder geval, de deuren gaan dicht. En dat is wel heel prettig. Dat betekent maar één ding: dat we niet te hard moeten praten hier zo. En oké. De sprinter is aan het trekken hier zo. Maar laten we even kijken wat Sinterklaas hier allemaal aan het zeggen is. En wat hij aan het doen is. Hey, Piet, hoe is het allemaal? Oh, dat vind ik heel vervelend om te horen, maar wie heeft Jan precies aangevallen? Delano? Wacht, is dat de YouTuber? Nou, ik weet niet, maar volgens mij is hij wel lang naar Nederland verhuisd. Wat doet hij hier in een Florida? Ja, sorry, in Los Angeles bedoel ik. Ik word al een beetje oud. Oké, okay, nou ja, buit het. Maar hoe is het met Piet verder? Is hij naar het ziekenhuis gebracht? Gelukkig maar. Goed dat hij aan het herstellen is. Hé, luister. Doe even die groeten voor mij alsjeblieft. En als ik Delano zie, want ik weet niet of hij mee het volgt is naar New York. Want ik vertrouw niet, dan gaat hij een lesje van mij leren. Want ik ben sterk, hij moet mij niet onderschatten. Ik heb een heel groot team om me heen. En dan gaan we zorgen dat hij misschien wel... Nee, ik kan geen uitspraken doen. Is goed, Piet. Hou me op de hoogte. Hé, ik zie je vanavond. Doei, doei. Wacht, wat? Oh, nee. Dat betekent maar één ding. Wilt hij mij nou elimineren? Nee, ik ga het woord niet eens uitspreken. Ik durf het niet eens uitspreken. Oh, ik vind het verschrikkelijk dit. Maar in ieder geval wel fijn dat we even met de sprinter mee kunnen gaan. Maar doe ik ook alleen maar ons Sinterklaas er even verder in het, in de val te lokken. Want ik moet hem gewoon even aanpakken. Alright, guys. Als goed is komen we aan bij de volgende halte. En dat betekent maar één ding. Dat we lekker uitstappen. En ik neem aan dat Sinterklaas ook uitstapt, of niet soms? Oké, duidelijk. Hij is uitstapt. Dat betekent dat we hier ook even moeten uitstappen. Laten we even kijken waar hij naartoe gaat. Oké, daar is Sinterklaas. En blijkbaar hebben heel veel mensen boos gemaakt deze. Hey, doe eens even rustig, joh. Ik heb er even geen tijd voor. Hey, blijf staan, jij stomme Sint. Hè? Wie denkt wat die wie je bent? Oké, ik kan sneller zijn hier zo. Woeh, ouch. Oké, dat had ik beter niet kunnen doen. Maar goed, weet je, ik denk dat het een goed idee is. En oké, ik zie dat mensen staan. En oké, ik weet niet wat het betekenen heeft. Luister, zoon. Omdat je het goed hebt gedaan en je rijbewijs hebt gehaald en tot je achterde niet hebt gerookt, heb je van mij een auto verdiend. Kijk eens achter je. Maar pa, die auto staat er helemaal niet. Welke auto bedoel je? Jij moet toch niet voor de gek, hè? Ach, zoon toch, kom aan. Nee, natuurlijk niet. Kijk maar. Huh? Wacht eens even. Waar is je auto naartoe te gaan? Hey, wie heeft mijn auto gestolen? Meneer, is er iets aan de hand? Ik vind het wel heel verdacht. Heb jij er iets mee te maken of zo? Of jouw team misschien? Heb je mensen mijn auto laten jatten? Nee, ik heb er niks mee te maken, maar ik ben wel een IT'er en ik hoorde jullie er net even over discussiëren. Hey, luister, wat is jullie kentekenplaat? Dan ga ik zorgen dat die auto weer terug op de plek staat. Is goed, weet je, je mag hem opzoeken en dan zou ik, als ik jou was, gewoon even locatie erbij pakken. Mijn zoon is erg teleurgesteld wat er gebeurd is. Ik bedoel, hij is zich zo goed gedragen, niet gerookt tot zijn 18e. Hij is zijn rijbewijs gehaald en wou ik hem verrassen, is mijn auto gestolen. Ja, nee, dat vind ik ook heel erg vervelend. En hey, wacht eens even, wat hebben jullie er mee te maken, hè? Hier, niet doen. Wie denken wanneer je bent, joh, gek. Hier, sorry meneer, maar ik moest hem eventjes aanpakken. Zo, dacht dat die vriend? Hoppa, hè? Wie denkt er nu wie je bent? Goed meneer, ik ga er gelijk achteraan. Dankjewel en doe voorzichtig. Zal ik doen? Goed, weet je, laten we die witte auto pakken. Die is wel iets sneller. Staat hij stil? Ja, mooi. Oké, we moeten wel even jatten, denk ik, maar maakt niet uit. Kom, laten we hem even gaan stelen. Als goed is heb ik gewoon zelfs een locatie gekregen. En ja hoor mensen, hij is helemaal niet zo ver weg gereden. Ik weet niet precies waar hij naartoe is gegaan, maar laten we even lekker volgen. Ik denk dat dat een goed idee is. Sterker nog, ik vind het een uitstekend plan zelfs. Dus waar wacht je nog op? We gaan nog wel lekker op afrijden. Even kijken, waar kan hij eventueel zijn? We gaan hem ook even hier voor de zekerheid zoeken, hè? Of Sinterklaas al niet uitstapt is. Want hij staat wel erg stil. Dus hij zal ergens in de buurt moeten zijn. Of staat hij vanaf voor een stoplicht? Dat zou ook kunnen. Maar ik denk dat Sinterklaas, ja, gezien zijn gedrag, toch vrij roekeloos rijdt. Dus stilstaan zie ik hem niet doen. Eerlijk is eerlijk. Maar goed, ga er gewoon even lekker op af. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En hier moet het al zijn, hè? Dat betekent maar één ding. Dat een gematigde aanpak, of ja, gewoon een hele directe aanpak, denk ik, zelfs beter. Ja, dat is gewoon beter. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Dus laat hier even uit gaan stappen. En ik ga maar eens even op afvliegen, denk ik. Want hier staat zijn auto. En staan er meer auto's hier zo? Ja, dat is gewoon letterlijk een parkeerplaats. Alleen hij staat wel heel raar geparkeerd. Wat een azobak is het ook. Weet je, laat ik even de droog pakken. Ik denk dat dat een goed idee is. Dus laat ik even doen. Helaas werkt de drone niet. Dus we moeten maar even gewoon lekker zoeken. Want in, ja, normaal werkt die drone altijd. Maar nu, op dit moment, nee man. Dus dan moet ik even kijken waar die is. Waar zou Sinterklaas eventueel kunnen zijn? Eens even zien. Wacht, ik heb het idee dat er ergens een boot staat. En zou dat ook kunnen kloppen? Oké, die is wel heel even afgedreven. Wacht, zou die dan helemaal daar zijn? Oh nee. Dat betekent maar één ding: dat hij waarschijnlijk daar naartoe is gevaren, hè? Oh nee, nevermind. Ik zie hier een boot. En nee, hij gaat er vandoor. Oké, dat is foute boel. Ik moet erachteraan. Oh nee. Wat doet die boot ineens hier nog? Ik dacht dat ik dacht dat die boot was. Maar nee, blijkbaar zit hij hier zo. Oké, we moeten gelijk achteraan zwemmen. Ik hoop dat we
erop kunnen klimmen. Oh, nee. Ik heb het idee dat Sinterklaas... Wat doet die man daar op boord? Oké, heel duidelijk, man. Oh, we moeten achteraan, man. Dit is echt foute boel. Hoe ga ik hem tegen kunnen houden? Hij is snel, man. Oh, nee. Sinterklaas is wel heel snel. Maar waar gaat hij naartoe? Ik heb geen idee. Hij moet even stoppen. Hij moet stilstaan. Maar nee, doet hij niet. Wat? Oh, nee. Er wordt iemand aangevallen in die boot, hè? Goed, weet je, ik denk dat die boot even stilstaat nu. Ik ga proberen iemand te stoppen. Oké, snel. We moeten aan boord kunnen. Snel, zwemmen. Oké, kunnen we hier de trap? Ja, top. Oké, goed. Oh, we zitten op de boot. We gaan Sinterklaas even moeten aanpakken. Even kijken wat hij aan het doen is hier zo. Hij was net aan het vechten volgens mij. Of wat deed hij hier overhaupt? Oh, nee. Oké, wacht. Die man staat hier gewoon letterlijk. Hij mag me niet doorhebben. Oh my god, dat meen ik niet. Wat is Sinterklaas aan het doen? Oh, nee. Hij is gewoon letterlijk pap. Hij schiet gewoon letterlijk op een man. Oh, nee. Hij mag me echt niet doorhebben. Stil. Waar gaat hij naartoe varen? Ik heb echt geen idee, mensen. Maar laat even... Oh, nee. Hij mag me niet zien. Huh? Nee, oké. Dat meen ik niet. Wat? Hoe kan dit ineens? Waarom is hij zo gemeen? Oké, weet je wat? Laat even wachten tot Sinterklaas uiteindelijk ergens aan boord is gevaren. Oké, als het goed is zijn we aangekomen hier aan boord of zo. En... Oh, nee. Dat meen ik niet. Sinterklaas is daar gewoon letterlijk. Oké, hij is dus net... Ja, hij moet even uitstappen. Shh, laat ik even heel graag verstoppen hier, voordat hij me door heeft. Toch heb ik het idee dat hij me zo meteen wel door gaat hebben, man. Dat is echt foute boel. Maar goed, weet je, ik heb het idee dat hij... Ja, hij is uitstapt. Oké, laat ik even eerst aan land gaan komen, want anders gaat het sowieso niet lukken. Ik denk dat we dat eerst even moeten doen. Ja, dus oké, even een duik nemen. Dat komt goed. Goed, weet je, we zitten bij me onder de brug en ik denk dat de hoogste tijd is om even aan de stegen te komen. Goed, de golven zijn wel vrij hoog, ouwe. Oh mijn god, dit is echt niet de bedoeling. But it is what it is. Maar we zijn hier van aan land gekomen, maar wat gaat hier nou weer gebeuren? Laat het in de gaten gaan houden. Oké, het ziet eruit dat hij aan het rennen is. Laat er even achteraan gaan. Want waar gaat hij nou naartoe? Ik vind het wel heel verdacht dit, maar hè? Oh, we moeten even zorgen dat we hem bij kunnen houden. En snel, man. Het is alsof hij een marathon aan het lopen hier zo. Jeetje, mineetje. Hij gaat me gewoon nog net niet in. Maar goed, oh, ik raak gewoon uit het oog. Ik zweer, ik zie gewoon de Sinterklaas hier is mee. Ik zie zijn tekstjes niet meer, man. Maar goed, weet je, laten we hem blijven rennen. Oké, hij staat wel op camera singeleer, denk ik. En wat gaat hij nou weer doen? Ik weet het niet, hè? Oh my god. Gaat hij nou de Burger King in? Of hoe zit dat nou weer? Hij is de Burger King in gerend. Oké, laten we even gaan kijken hier. Oké. En waar zou Sinterklaas nou weer zijn? En huh? Hij staat daar zo. Oké, ik weet niet wat hij gaat doen. Oké, dit meen je niet. Oh my god, wat is Sinterklaas aan het doen? Nee, hij staat gewoon letterlijk niet meer. Nee. Dit meen je toch niet, hè? Wat doet hij allemaal? Wat? Oh my god. No way. Oh, nee. Hij heeft gewoon letterlijk een medewerker aangepakt. Hij is echt gemeen. Hij speelt een vies spelletje met mij. Goed, wat gaat hij nou weer doen? Ik durf ook gewoon niet weg te lopen. Want Sinterklaas houdt me gewoon letterlijk in het vizier. Ja, want nu weet je. Oké, zo te zien is Sinterklaas weggerend. Oké, waar gaat hij naartoe? Laten we even achtervolgen hier zo. Waar gaat hij naartoe? Oké, ik heb geen idee. En huh, waar is Sinterklaas nu gebleven? Ik durf het niet te zeggen, maar ik raak gewoon weer kwijt. Ook daar is hij. Oké, oh nee. Ik hoop niet dat hij mij gezien heeft. Ik hoop maar dat hij. Wat? Hij steelt gewoon letterlijk een auto. Oké, ik pak deze BMW. Ik weet niet dat dit veel beter is, maar. Laten we in de gaten gaan houden. Nou ja, één ding is duidelijk. Hij kan niet even bepaald rijden. Maar laten we eventjes hier een U-turn gaan maken. En ik denk dat we eens gaan volgen zo. Oké, één ding is duidelijk. Voor mij heeft hij de politie voor mij gebeld. Ik denk dat hij me door heeft, man. Oh man. We hebben gewoon met te maken. Ik zie één ster in beeld staan. Ja, je weet wat dat betekent. En ik kan niet zo goed met deze auto rijden. Hij is lastig te besturen. Damn. Ja, zijn besturing is alleen zo heel prettig. En ik heb al eerder in een BMW gereden. Ja, niet zo eentje natuurlijk. Maar gewoon in een leenauto. Oh, dat meen je niet. Oké, ik moet waarschijnlijk een overmeester aan de politie. Ik denk dat ik hem moet overgeven, man. Goed. Oh nee. Waarom de politie ineens? En waar is de politie trouwens? Ik zie hem niet eens. Oké, lol. Maar goed, laat een beetje voorzichtig zijn voordat de politie mij gaat arresteren. Laat proberen weg te komen hier. Oh nee. Hoe wil ik dit gaan doen? Oh, de politie staat hier zo letterlijk. Ik moet me overgeven, denk ik. Oh man. Ik moet even mijn verhaal gaan doen bij de politie. Oké, dat meen niet. Oké, meneer. Ik geef me over. Potje een doosje, zeg. Waar ben ik? Je zit in de gevangenis, knul. Hé, luister. We zochten al een hele lange tijd naar de dader die zeg maar een klap beneden hebben neergezet. En blijkbaar heb jij daar een of andere rare lab neergezet of zo. Dus ja, helaas. Je bent opgepakt, vriend. Wat bedoel je nou weer? Ik heb er helemaal niks mee te maken, meneer. Ik heb helemaal niks met die lab te maken daar zo. Oh my god. Oké, deze meneer is echt heel erg gemeen. Huh? Wat heeft dit te betekenen? Oh, wat stond dit? Nee, wacht eens even. Er ligt een pistool op de grond. Oké, wacht. Ik heb. Zie, je moet wel heel zuinig zijn met de wapens, maar dat komt goed. Oké, we moeten zo meteen even ergens gaan verstoppen, denk ik. Kan dat? Heb ik hier überhaupt de ruimte toppen? Of hoe zit dat? Kan ik niet ergens schuilen of zo? Ja, dat kan. Oké, top. Ik heb een idee. Laat het slot zo meteen even openschieten. Ik denk dat het. Sinterklaas, wat doe jij in één keer hier? Hey, Sint, zeg, vertel eens even, hè? Wat doe jij ineens? Ja, jongen, helaas dacht je maar slim af te zijn, hè? Hoe bedoel je te slim af? Precies hoe ik het zet. Hey, maar luister, helaas per, want ik ga één ding doen en dat is zorgen dat je nooit meer vrij komt. En als jij bent de leuke Sinterklaas ben, helaas deed je niet. En die gaat dus niet meer komen ook. Sinterklaas, waarom doe je zo stom? Echt waar, man. Sinterklaas? Waar is Sinterklaas nou in één keer blijven? Oké, weet je, laat het slot kapot schieten. 3, 2, 1. Daar gaan we dan. Oké, snel eruit. Hey, wat heeft het te betekenen? Oh nee, ze hebben het door. Oké, laat even kijken. Oké, dit is foute boel. En we moeten één ding doen. We moeten zorgen dat we die kaart eventjes eruit halen, man. Oké, snel. Oh nee. Ik moet ze even allemaal te pakken nemen. Oh, oké. Ik heb bijna geen kogels meer. Ik moet heel voorzichtig zijn. Oh. Voorzichtig. Oké, snel. Kogel. Oh, oké, ik heb een kogels. Hier, hè? Wie denkt wanneer je bent, joh? Gek. Oh my god. Nee, ik zit echt helemaal weer onder. Gadverdamme. Ik moet kogels hebben, man.
man. Ik heb helemaal geen kogels meer. Oh nee. Oké, daar is iemand anders. Oh nee. Hier, wegwezen jij. Oh man. Ik word flink toegetakeld hier. Ik moet echt kogels op mijn shotgun hebben. Oké, voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ik weet niet of er nog meer mensen hier zijn. Oké, even kijken. Ik heb het idee dat ik nog steeds niet klaar ben. Maar ja, er zijn sowieso nog meer mensen. Hier, niet. Huh? Kan er vandaan? Oké, daar. Hier, wie denkt van wie je bent, joh? Gek, hè? Zo, hoppa. Oké, even extra kogels hebben. Ik moet die kaart even pakken, man. Er is een keycard die ik nodig heb. Oh nee, daar is een andere politie. Hè, wie denkt van wie je bent, joh? Hier. Oké, laat ik even deze kaart gaan meenemen. Oké, de kaart heb ik in ieder geval bij. Dat is heel fijn. Dat betekent maar één ding dat ik nu weer terug moet. Om ervoor zorgen dat die open gaat. Oké, is hier nog iemand? Hè? Als je er bent, sta dan. Blijf staan. Oh nee, ik zie ze ook wel helemaal nergens. Oké, is hier iemand nog? Ik heb het idee dat ik ben nog niet uit. Ik ben nog niet klaar, hè? Oh nee. Laat ik ze dan naar boven gaan. Ik denk dat het een goed idee is. Oh, okay. Hè? Oh nee. Oh nee, waar komt er vandaan? Waar komt er? Hè? Oh, daar. Wat? Oh, ik ben echt blind, lijkt het wel, man. Oké, en nog eentje. Hup. Oké, weg, 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 weg. Oh nee. Oh, ik ben echt flink geraakt. Ik heb heel veel pijn nu. Maar moet hier snel uit. Waar komt die vandaan? Oh, daar. Oh nee, zijn ze met z'n tweeën? Zo, hier. Wie denkt van wie je bent? Au, 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 au. Hier, boom. Go, 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 go. We moeten snel ontsnappen. Ik zweer het je. Oké, eventjes hier even heel gaan schuilen. Even kijken, zit hier nog iemand? Oké, ik denk het niet. Oké, snel. Eruit. Oh man, ik ben flink toegetakeld, man. Oké, daar is een auto. Laat ik een auto gaan pakken. En er zit nog iemand om mij te schieten ook. Hier. Dit gaan we niet laten gebeuren. Zo, hoppa, wegwezen jij. Oké, ik ben in ieder geval een stuk schoner weer. En ik denk maar dat goed ook is. Oké, ik moet terug naar Bram. Even kijken, want Bram woont helemaal in New York. Ja, dat weet ik. We moeten hem even opzoeken. Ik zweer het je. Oh, pas een beetje op. We hebben wel een hele mooie BMW, man. Maar laten we een beetje zijn met deze mooie BMW. Oh mijn god, kijk hoe snel dat ding ook gaat. Die gaat echt reuze snel. Maar yo. Oké, moeten we wel een beetje voorzichtig zijn. Want dat sturen, dat vind ik wel iets minder met deze BMW. Maar het lukt, het lukt, het lukt. Oké. Wow. Oh my god. Kijk hoe hard we remmen. Ik heb helaas niet de abilities als Franklin. Dat ik dan helemaal rustig kan rijden. Waardoor ik even goed kan zien hoe ik de bocht moet nemen. Maar hey, we komen wel ergens. In ieder geval, we moeten even naar Bram toe en kijken of alles oké is bij Bram. Oké, dus hier is Bram dan. Dit is zijn appartement. Wow. Kijk eens hoe hard we remmen. Het is niet mijn favoriete auto, maar hey, weet je, het maakt niet uit. Bram, je kunt eventjes hier naartoe gaan. Even kijken of alles oké is met Bram. Bram, ben je toevallig thuis hier? Ah, gelukkig, Bram. Is alles oké met je? Ja, het laat nog alles gewoon oké met je. Maar die auto die je hebt gejat, je moet even een AirTag pakken, man. Die ligt beneden, in de slaapkamer. Oké, dankjewel. Dat betekent maar één ding. Je moet even die AirTag pakken. Want zonder AirTag gaat het niet lukken. Oké, waar zijn die AirTags dan, hè? Ah, hier is er eentje. Oké, top. Ah, help! Huh, wat gebeurt er? Oh nee, Bram! Is alles oké met je? Oh nee, oh garme Bram toch. Wat is er aan de hand? Oké, moet snel naar buiten toe. Oh man, Bram. Oh man, ik voel me echt niet goed nu. Oké, snel ga open de lift. Oh nee, oké, waar zijn ze? Ik weet dat hier de Apple Store is. Oh nee, 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 nee. Nee. Sinterklaas gaat er letterlijk met mijn auto vandoor. Ben je echt heel serieus? Wat is hij aan het doen trouwens? Waarom staat hij? Oké, het is heel duidelijk. Sinterklaas gaat dus nu mee vandoor. Oh man, laat een beetje voorzichtig zijn, man. Waar gaat hij naartoe? Ik durf het niet te zeggen. Moet je nou serieus tegen de schilderij aanrijden? Het is mij wel duidelijk dat Sinterklaas niet echt kan rijden of zo. Maar oké, hij gaat er nu vandoor. Oh, en nu kan hij wel in één keer rijden. Oké, we moeten er achteraan. Wacht, ik krijg een groen puntje op de map. Maar waar gaat hij nou weer naartoe? Ik durf het niet te zeggen, maar laten we even dus de groene puntje gaan volgen. Want dat is meestal de noodknop. Dat is maar één ding dat ik er even op af moet gaan. Laat ik even deze motor gaan pakken. Ja, sorry meneer, ik moet er even heel snel vandoor. Ik moet Sinterklaas even op zijn hielen zitten. Ten eerste, weet je dat hij die kant op is gegaan? Kan ik hem nog volgen of is hij al heel lang vandoor? Ik durf het niet te zeggen, maar nee, ik denk niet dat ik hem hier nog tegenkom, man. Oké, we gaan hem even kijken of we kunnen volgen, maar laten we naar het groen puntje gaan. We moeten ook een heel rot uit gaan rijden nu ook nog. Alleen nu ga ik er komen. Oké, wacht, ik heb een idee. We moeten sowieso ergens een brug over. Maar ja, we gaan even lekker afsnijden. Ik weet de route die gegeven wordt, maar daar geloof ik niet zomaar in. Je moet niet alles geloven wat er staat, jongen. Zo simpel is het. Oké, hoppa. Oh, ja, ik snap hem al. Maar goed, weet je, maakt niet uit. Dat groene puntje staat natuurlijk niet voor niets op de map, hè? Even dat duidelijk is. Staat niet voor de sier erop. Het is wel echt duidelijk dat er een aanwijzing is of een aanwijzing. Maar goed, weet je, we gaan de brug over en dan komen we er wel. En natuurlijk, ik blijf van New York houden. Maar ja, als ik iets leuk vind, dan vind ik iets leuk. Dat is gewoon zo. En het lijkt me ook wel een keer leuk om naar New York te gaan. Dat moet ook eventjes duidelijk zijn. Alleen die navigatie werkt niet perfect hier. De ene keer wel, de andere keer stopt hij er of zo mee gewoon. Dat vind ik dan toch wel weer jammer, want het is nergens voor nodig. Oké, pas een beetje op voor alles. Nu ben ik in een of andere rare wijk. Het ziet er een beetje, ik weet niet, een beetje borgenhoutachtig uit, zeg maar. Gewoon wat armoeiger. Ja, dat kan. Dat heb je soms van die armoeiige wijken of iets dergelijks. Maar dat is niet erg, weet je. Iedereen woont ergens waar ze wonen. Je hebt goede wijken, je hebt leuke, mooiere wijken, minder mooie wijken. Ja, ik denk dat we allemaal onze voorkeur daar hebben, toch? Dat groene puntje is er niet voor niks. Want ja, is dat misschien de eigenaar van de BMW? Als dat zo is, dan kan ik hem opsporen. Oké, laat hier even naar binnen gaan. Ik denk dat dat een goed idee is. Oké, top. Alright, en hier is het dan. Zit hij dan misschien verstopt of zo? Of wat is dit voor plek? Ik ben hier nog niet. Oh ja, ik ben hier wel één keer eerder geweest. Wat? Oh man, dat is dat verlaten gebouw of zo, fabriek. Ik weet niet wat het is, maar ja, het ziet er inderdaad heel verlaten uit. Alles is helemaal ingestort, Jan. Zonde had een mooie fabriek kunnen zijn. En je ziet het ook gewoon, hè? Van de buitenkant lijkt het niet echt helemaal verlaten, maar van binnen, ja, duidelijk. Maar goed, weet je, laten we lekker naar boven lopen. Ik denk dat we dat moeten doen. En dan moeten we als goed hierin, ja. En ergens moet het hier dan zijn, hè? En wacht eens even, dat is een andere Sint. Wacht, zijn er twee Sinterklaasen? Nou, als dat zo is, ga ik ze even spreken. Hey Sint, wat doe jij hier? Luister, die BMW die meegenomen is, is mijn BMW. De Sinterklaas die in onze stad is, is Pieter Leuke Sint. Dat is echt de gemene Sint, de Holler-Sint. Wacht, wat? Hoe kan dat nou weer? Maar kun je even de navigatie van de BMW aanzetten? Kan ik doen, maar dan gaat waarschijnlijk over 2 minuten pas aan. Maar ik kan even kijken hoe ik de toewijzer aan de navigatie, ja? Dat is de aftraanzet zeggen. Urban van ergens over de navigatie te zien. Top, dankjewel Sint. Oké, heel duidelijk. Moeten we naar buiten doen en als het goed kijkt, dan zo meteen de navigatie te zien. Alleen wat een chaos is het ook gewoon, joh. Oh mijn god. Oké, laten we even naar beneden jumpen. Ouch, ouch. Oké, dat doet wel een beetje zeer. Maar goed, weet je, maakt niet uit. Oké, cool. Ja, ouch. Dat is niet echt effectief wat ik heb gedaan. Laat hier even naar beneden gaan. Kijk, en dan is het goed gewoon weer naar buiten. Weet je,
beetje laten even afwachten tot de navigatie weer aanstaat. Oké, ik heb een locatie de map gekregen. Dat betekent maar één ding, dat ik gewoon even lekker op af moet rijden. Oké, kan ik hier overheen springen? Ik zou maar niet proberen met al die prikkeldraad, maar we kunnen er omheen lopen. Waarom zou je een hek prikkeldraad eromheen zetten als het niet helemaal doorloopt? Oké, een beetje raar, maar oké. Laat even deze auto gaan pakken. Ik denk dat het een goed idee is. Sorry meneer of mevrouw. Ja, mevrouw, meneer, allebei. Ik moet even deze auto lenen. Want ik had dit met even geen auto en ik weet niet waar die andere auto is gebleven, maar we gaan er even lekker op af. Alright, we laten een blauw puntje gaan. Ik denk dat we daar sowieso moeten zijn, dus ik denk dat we goed komen. Sorry, maar die meneer zit een beetje bang te zijn. Weet je, ik ga een snellere auto pakken, want deze gaat niet zo lekker. Oké, sorry, jij mag eruit meneer, maar we gaan even deze auto pakken, want die ziet er wel iets sneller uit. En ja, voor mij is die ook sneller. En ja hoor, deze is sowieso een stuk sneller, denk ik. Oké, laten we even een beetje uitkijken hier. Oké, kom op, gassen. Ja hoor, oké. En, is die sneller? Ja, wel een stuk sneller inderdaad, ja. Ja, eigenlijk stelde die auto, maar komt op hetzelfde neer. Maar wat is er bij het blauwe puntje te zien? Hey, kijk eens uit, joh, meneer. Damn, wat een gast. Oh mijn god, had hij een beetje in de weg lopen staan. Ja, altijd die mensen in het verkeer, hè. Maar goed, weet je, laten we er even lekker op afrijden. En is niet mijn favoriete auto. Ik zeg je eerlijk, ik vond die andere toch fijner. Maar whatever dan ook, heb ik in ieder geval meneer bij het weg te laten komen. Want anders had hij misschien bij mij in een dodelijke rit gezeten. Ja, dat gun ik hem ook niet. Maar goed, weet je, we zijn dus bijna op locatie aangekomen. Ik denk dat we even moeten gaan praten, zodat diegene binnen zit. Want ik weet het niet. Ik denk dat hij ergens bij een of andere gebouw is, bij een huis. Ja, het ziet eruit als een woning. Ja, is ook zo. Oké, en wat doet hij in één keer dan? Hij jumpt ineens uit de lucht en hij gaat rijden. Oké, duidelijk. Oh my god. Oké, dus hier is de woning. Ja, daar staat die auto van mij. Wacht, is dit het huis van Sinterklaas? Oké, laat ik even naar binnen gaan. Even kijken of Bram alles wel weet. Oké, ik ben terug thuis. Laat ik even kijken of Bram er is. Ik weet niet of op plek dit is. Maar hey, ga eens aan de kant, mevrouw. Hey Bram, luister. Waar is Sinterklaas gebleven? Luister, dit is een afleiding. Sinterklaas is letterlijk die andere Sint aan het pakken. Oftewel de hulpsint. Hij wil wraak nemen op hulpsint. Oh nee, goed dat je het zegt, Bram. Ik werd al de hulpsint hier naartoe gestuurd. Weet je wel zeker dat het de hulpsint is? Ja, want hij had zijn BMW. Oké, nee, dan is het goed. Hey, luister, ga er nu op af. Ga naar de haven toe en ga naar die boot. Oké, Bram, dankjewel. Oh my god, ik moet eens naar die haven toe gaan, hè? Oké, waar is het? Laat er even gelijk naartoe gaan dan. Want dit is echt foute boel, man. Oh my god. Nou, in ieder geval, die BMW staat hier. En die haven is hier zo. Het is wel echt in de buurt, dus dat scheelt alweer. Maar het is tijd om even aan te pakken, de Sint. Oftewel de horror Sint, want het is niet de lieve Sint. Het is toch vandaag Halloween, dus ja. Ik vond het al zo raar, waarom zou Sinterklaas op Halloween binnenkomen? Omdat het niet de echte Sint is. Maar zoals ik al zei, de horror Sint. En die is niet zo lief. Maar goed, weet je, we komen dus aan hoor. En hier moet het dus zijn, hè? Het is tijd voor de confrontatie. Maar waar zou dit eventueel moeten zijn? Echt bij de haven, zeggen ze dan, hè? Oké, wacht, is dat die boot daar zo? If zo, dan ga ik er even van afspringen. Oké, tijd om op die boot te gaan duiken. Ouch, oei. Oh my god, hè? Okay, hier zit Sinterklaas zeker. Ja, Sint, nu is het keer afgelopen met die gare praktijken van je, hè? Wie denkt van wie je bent, hè? Je rotzak, hè? Even één op één tegen. Oké? Met de vuist. Hier, bam. Wie denkt van wie je bent, joh? Hier. Oké, pas een beetje op. Oké, we kunnen hier niet verder naar achter. Hè, Sinterklaas, kom maar. Kom. En helaas voor jou heb ik hier de knuppel, hè? Horror Sint. Hier, dacht dat niet, hè? Dacht je nog iets tegen mij te gaan beginnen, joh? Hè, rotzak. Oké, mensen, we hebben Sinterklaas mooi te pakken genomen. Ik hoop dat Hulp Sint wel bevrijd wordt. Hulp Sint! Ik hoorde alles oké, maar oké, mensen, laten we de video even afsluiten. We hebben gedaan wat we moesten doen. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en tot de volgende keer. Ciao.